Van het moment dat ik dat eigenlijk vertel ook aan mensen, dan zeggen mensen heel snel ook, ja, maar je hebt er ook wel zelf voor gekozen om vrouw te zijn. Ik ben Hannelore, ik ben 33 jaar. Ik werk momenteel als technieker bij Videohouse, dat is een mediabedrijf. Ik ben ook DJ in de Hollywood scene, zeker een gekende DJ. Ik ben rond mijn 24 uit de kast gekomen en daarvoor was ik eigenlijk echt, en dat zeiden mensen ook tegen mij, ik was eigenlijk echt een hele stereotype jongen. Ik voelde mij van binnen echt heel erg vrouwelijk. Maar ik kon dat aan de buitenkant eigenlijk helemaal niet laten zien. In mijn hoofd was eigenlijk de moeilijkste periode eigenlijk de transitie zelf. En de weg naar de transitie, het vertellen van het verhaal. En dat was inderdaad geen gemakkelijke periode, maar van het moment dat eigenlijk die operaties en zo zijn afgerond, dan begint het verhaal eigenlijk pas. Dan moet je terug op zoek gaan van wie ben ik eigenlijk. En wat hebben mensen aan mij? Wat kan ik aan de wereld bijdragen? Ik denk dat ik nooit zo diep heb gezeten als na de transitie. Omdat je daarvoor hebt de mensen die je ondersteunen. Maar op het moment dat het verhaal eigenlijk is afgerond, dan sta je er opeens zelfs een beetje in je eentje. Je hebt wel vrienden rond je heen, maar ja, daarom begrijpt niet iedereen hetgene wat je eigenlijk wilt vertellen. Ja, dat is nog altijd moeilijk. Dat is nog vaak nog altijd zoeken naar de manier waarop dat ik vrouw wil zijn en de manier waarop dat ik in de maatschappij wil staan. Ik voel echt wel een heel groot verschil tussen vroeger als man zijn en nu als vrouw zijn. Ook je positie in de groep verandert. Als man, gelijk waar je eigenlijk ook binnenstapt, word je veel sneller centraal in de groep gesteld dan als vrouw. Als vrouw word je heel snel aan de zijkant gezet van een groep. Van het moment dat ik dat eigenlijk vertel ook aan mensen, dan zeggen mensen heel snel ook, ja, maar je hebt er ook wel zelf voor gekozen om vrouw te zijn. Dat is eigenlijk zo'n een pijnlijke term, want ik heb er niet voor gekozen om vrouw te zijn. Ik heb er wel voor gekozen om er eigenlijk vooruit te komen en eigenlijk te leven als mezelf. Ik ben zelf niet beschaamd om transgender te zijn. Maar van het moment dat iemand een vraag stelt, zal ik altijd wel eerlijk antwoorden. Want ik vind het zo belangrijk dat mensen wel mee zijn gewoon met het verhaal. Hopelijk kan ik zo misschien een andere transgender in de maatschappij helpen. Als ik zo mensen kan bereiken, dat vind ik top.